Maar ben jij er een? Wat een prachtige teruggezonden aanval van de Jan Barve. Dit is zo ongelooflijk mooi. Wat een schitterende aanval. Akla die toch. Oh, wat een prachtige doel. Ja, ja, ja. Christian van de Kamp. Kopballetje van Maurice de Ruiter. Ja, ja, ja. Ja, de binnenkant van de paal. Dikkie terug van Maurice de Ruiter en Jassie Koert met een... Oh, nu ja, oh, ja, ja, hoppa, de 3-0. Christian van de Kamp vanuit de rebound. En daar misschien een kans. Ja, ja, het is toch niet te geloven. Mike Arens, oh, hij heeft het me beloofd. 2-1, het is ongelooflijk. Jongen, jongen. Koning van de Geijten, die kan helemaal alleen op het doel af. Hij geeft dik die bal voor en daar komt de 2-0 af. Ja, 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 Ali Akla. Wat een prachtige aanval van DVS 33. Goedemiddag, dames en heren, tv-kijkers. De volgende wedstrijd. Nog drie finales zijn er te gaan. De wedstrijd DVS 33, CSV Apeldoorn. Verleden week hebben we de eerste helft gezien bij VVOG. Toen viel mij op dat er nauwelijks chemie was tussen de spelers. Hebben ze daar van de week wat aan gedaan? Hebben jullie daar wat aan gedaan? Want ja, het klopte in die eerste helft van geen kant tegen de ploeg uit Harderwijk. Nou, het zat hem niet zozeer in chemie. Het zat er meer in geforceerd dingen gaan doen die ze normaal gesproken niet doen. En dan praat ik over een aantal jongens. Waardoor je eigenlijk ja, alles verkeerd gedaan hebt die eerste helft. En dan speel je ook nog een tegenstander die niet heel erg veel zin in voetballen had. Dus ja, dan krijg je zo'n eerste helft. In de rust wordt er dan even tekeer gegaan. En dan zie je gewoon dat we de tweede helft, als we het op de goede, onze manier doen, dat we gewoon een hele goede ploeg hebben. En ze hebben van de week even met elkaar gezeten en ook gewoon eens een keer tegen elkaar gezegd van jongens, we mogen wel wat meer van onszelf verwachten. En ik ben heel benieuwd, maar ik ben er zelf eigenlijk wel van overtuigd dat het vandaag gaat gebeuren. Ja? Dus, ja. Het is wel mooi dat de groep dat dan ook gewoon oppakt en inderdaad zegt, we moeten het inderdaad zelf doen. Nou, dat is natuurlijk ook zo. En het is ook wel weer zo dat ze niet gewend zijn om lang bovenin te staan. En het wordt natuurlijk steeds spannender en dat doet wel wat in zo'n groep. En dan zijn we allemaal stoere jongens, maar er zit toch een beetje spanning op bij een paar. En er is ook niks mis mee, alleen je moet het wel een beetje een plekje geven. En zorgen dat je op zaterdag niet blokkeert. Maar nogmaals, ik denk dat vandaag dat het gaat gebeuren. Jij bent dat wel gewend om met een ploeg vrij lang bovenaan te staan. Tot en met de laatste wedstrijd. Dus dat stukje kun jij natuurlijk ook wel overbrengen naar de spelers, of niet? Ja, maar dat is toch, voor spelers is dat anders. Wij beleven wedstrijden heel anders dan spelers dat vaak doen. En nogmaals, spanning, ja, dat zit er bij ons altijd wel een beetje op bij wedstrijden. Alleen, wij kunnen een bal niet verkeerd pasen of wij kunnen geen kansen meer. Nou, noem het allemaal maar. Alles wat met voetballen te maken heeft, in het veld kunnen wij weinig aan doen. En, dus ze moeten zorgen dat ze vrij zijn in de kop en dat ze voetballen leuk vinden. En dat hopen we vandaag terug te zien. Ja, en dat gaan ze doen met de bekende basis. Dus die jongens die kennen elkaar door en door. En hopen dat het vanmiddag helemaal samenkomt, hè? Nou ja, dat hopen we. Kijk, je speelt tegen een ploeg die eigenlijk uitgevoetbald is. Dat kan twee kanten op gaan. Of ze spelen heel erg onbevangen. Of het heilige vuur zit er niet in. Maar ja, dat is de vraag. Alleen, we zullen het vandaag zelf moeten doen en niet naar een tegenstander moeten kijken. We hebben eigenlijk ook niet veel over de tegenstander gezegd. Die jongens, die kennen ze. En nogmaals, wij moeten het met die groep die we hier hebben staan, moeten we het vandaag gewoon kunnen bolwerken. Oké, dan wens ik je heel veel succes bij. Dankjewel. Okay. Ook vandaag natuurlijk weer een schitterende ambiance. Prachtig begin van deze wedstrijd. De groen-gele kleuren
in het vuurwerk van CSV Apeldoorn. En natuurlijk het geel van het geel-zwart van DVS. Wat een ambiance, wat een begin. Apeldoorn heeft balbezit in deze wedstrijd die dus net is begonnen. Zicht begint weer wat beter te worden. En nogmaals, balbezit Apeldoorn. Yasin Koet gaat hem ook nemen. Komt die bal daar, hoog voor de pot. Joran van Santen, nou, dat is een hele aardige kopbal. Technisch zag het er in ieder geval mooi uit. Mooie knik, zijwaartse knik met zijn hoofd. Maar keeper Patrick Jansen zag al lang dat deze bal naast ging. En liet hem ook lopen. Maurice de Ruiter. Tikt die bal terug. Mooi meegegeven daar in de hoop dat Daniel van Warven. Prachtige actie Christian van der Kamp. Nu. Ook kans, of nee, Maurice de Ruiter naar Ali Akla. Ali Akla via Yasin Koet en Daniel van Warven weer. Ali Akla daar aan de rechterkant. Trekt naar binnen. Nee, tikt hem even terug op Yasin Koet. Die zet voor. Maar... Maurice de Ruiter liet hem gaan in de veronderstelling, denk ik, dat hij buitenspel stond. Maar daardoor Apeldoorn nu misschien gevaarlijk worden. Nee hoor. Ook aan Sorkan, die tikt hem even terug naar Joran van Santen. Joran van Santen rustig op zijn doelman. En die is voetballend zo goed. Die stopt die bal gewoon heel makkelijk. En DVS kan er zo prima uitkomen. En verdient een applausje van het publiek. Het tempo gaat een beetje omhoog bij DVS. Je zou haast denken dat langzaam maar zeker het moment van de 1-0 begint aan te breken. Maurice de Ruiter die daar dreigend met die bal op de verdediging van Apeldoorn afkomt. Maar Daniel van Warven wil daar te mooie dingen laten zien. Ook aan Sojkan. Ook aan Sojkan naar Maurice de Ruiter. Maurice, mooie beweging. Even nog niet wegsprinten, zegt Maurice tegen Ali Akla. Ali Akla die probeert daar weer zijn tegenstander Jonker in dit geval. Jeremy Jonker te passeren, maar dat mislukt vooralsnog. Joran van Zanten. Heel ze nu, dan zie je fases waarin DVS toch langzaam maar zeker de wat betere ploeg gaat worden. Combinerend begint het te lopen. Roland de Vries komt veelvuldig op. Ziet dat er vrij veel ruimte is. Maakt leuke combinaties in samenwerking met Maurice de Ruiter. Met Christian van der Kamp. Nu ook weer Roland de Vries. Tikt hem eventjes naar Maurice de Ruiter. Maurice kijkt. Beweging. Geen beweging in de ploeg. Heel mooi paasje. Chipje van Maurice de Ruiter naar Christian van der Kamp. Roland de Vries. Maurice. Nu. Nu, prachtig paasje naar Christian van der Kamp. Oh, werkelijk een schitterende paas van Maurice de Ruiter. Maar daar komt Christian van der Kamp net niet bij. Nu, DVS. Yasin Koet. Yasin Koet tikt hem op Ali Akla. Ali Akla trekt naar binnen met de bal aan de voet. Gaat kijken... heel mooi. Ali Akla nog steeds. Oh, maar plaatst de bal precies in de handen van de keeper van Patrick Jansen. Hele mooie, mooi de lichaam tussen de bal en de tegenstander gehouden door Christian van der Kamp. Die gaf hem heel mooi mee naar Ali Akla. Maar uiteindelijk dus niet resulterend in een geldige doelpoging. In een goede doelpoging. Trapt hem naar Roald de Vries. De Vries. Maurice de Ruiter. Joran van Santen. Yasin Koet. Yasin. Maurice. Ali Akla. Nu is hij vrij. Nou gaat hij een strafschopgebied in. Nou komt hij. Ja. Dat is hem. Maurice de Ruiter. Prachtig teruggetrokken door Ali Akla. Maurice de Ruiter hoeft alleen maar zijn voet. Even er tegenaan te zetten met de binnenkant van de voet. Hele mooie aanval. Prachtig gekozen door Maurice de Ruiter. Het paasje naar Ali Akla. Foutje van Jeremy Jonker. Die moest hem laten gaan. En prima doelpunt van DVS 33. 1-0.
Ook aan Soykan, naar Yasin Kurt. Yasin Kurt, ook aan Soykan. Ja, nog even hoor, 30 seconden. Yasin Kurt, daar met de bal aan de voet in de aanval. En hij gaat helemaal alleen door. Hij zit nu in het strafschopgebied. Geeft die bal daarvoor en bijna Christian van der Kamp voor de 2-0. Maar die kan net daar niet, komt niet, net niet goed genoeg uit met zijn pasjes. En die kan nog wel de bal raken, maar hij gaat naast de paal. Hier in Ermelo dus nog steeds 1-0 in het voordeel van DVS 33. Yasin Kurt. Voor deze corner. Edmund Mijnheer natuurlijk ook mee. Bij de tweede paal. Bal wordt doorgekopt. En nu, wie? Ja hoor. Hij zit erin. Het was Joran van Zanten die de bal doorkopte. Ik weet niet of het zin had dat Ali Akla hem ook nog raakte. Maar dit is natuurlijk het moment om op 2-0 te komen. Vlak voor rust. Ongelooflijk. Ja, er valt net de 2-0. Ja, dames en heren, luisteraars van Neuspeter. Het was die corner van Yasin Kurt. Die werd doorgekomen door Christian van der Kamp. En Joran van Zanten die knikte achterover met zijn hoofd. En ik weet niet of Aklaam nog even aanraakt. Maar ik denk dat Joran van Zanten hem krijgt. 2-0 op een moment vlak voor rust. Dat is natuurlijk ideaal moment om op 2-0 voorsprong te komen. Heerlijk, dames en heren, luisteraars. Uw verslaggever is best wel een beetje gelukkig. Dat hoort hij wel. Tweede helft dus inmiddels begonnen. Yildirim. Stefan de Geijter bij hem in de buurt. Weet hij de bal voor te krijgen? Ja, hij weet de bal voor te krijgen. En die bal die gaat maar net naast. Jongen. Apeldoorn begint toch wat losser in zijn veld te zitten. Speelt niet meer zo verkrampt. Vrij uit. En daardoor kunnen ze misschien toch nog een gevaar gaan vormen voor DVS in de tweede helft. Daar aan de rechterkant, Yildirim. Zet de bal daarvoor. En zijn voorzetten zijn niks mis mee. Maar Daan Huiskamp is een hele goede keeper. Plukt de bal daar. Prima uit de lucht. Mooie vrije trap. Komt toch daar in bezit van Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter wacht. En denkt van ik maak die tegenstander gewoon helemaal knettergek. Maar hij werd er zelf eigenlijk een beetje gek van. En nu Apeldoorn. Komt hij? Het moet mijn heer natuurlijk weer met zijn hoofd. Maar daar verkeerd geraakt door Okan Soyka. Maar die gaat zijn eigen fout direct weer goed maken. Zeer goed. Nu toch Apeldoorn, balbezit. Ja, Apeldoorn, wat ze nu dan toch aardig wat weerwerk levert. En er veel energie in stopt. Meer energie dan in de eerste helft. Mike Aans staat op het punt om hier gewisseld te worden of het veld in te gaan. Want Ali Akla die is er al uit. Licht geblesseerd, licht aangeslagen zoals je dat zegt. En Mike mag DVS misschien hier naar de 3-0 gaan tillen. Middels misschien wel een lekkere vrije trap of zo. Want dat is echt een specialist in. Eventueel mooi paasje in de richting van Daniel van Warven. Het moet mijn heer. Ook al Soykan kopt die bal schitterend door. Nu Christian van der Kamp. En ja hoor, Hatsikinatsi. Dat is hem. 3-0. De wedstrijd is op slot. Het is gespeeld. Prachtige paas daar op Christian van der Kamp. Het is in de knip. 3-0. Christian ook weer zijn doelpuntje meegepikt. Heel erg mooi. Allemaal gezien, ook 27e minuut. Katek Bakkie voor DVS 33 op dit moment. Ik heb een doelpunt. Kan het nog een voor de ding? Oh shit, daar komt misschien. Hopsa, penalty. Ja, dat komt er 4-0 aan. Ja. Een gele kaart er ook nog bij. Volkomen terecht, natuurlijk. Een penalty gegeven door deze scheidsrechter. Hij kon niets anders. Daniel van Warven ontwikkelde aan het eind van zijn sprint nog zoveel snelheid. Dat hij de keeper daardoor eigenlijk net wat te laat bij die bal was. Patrick Jansen. En die kon niks anders doen dan een overtreding maken ten opzichte van deze Daniel van Warven. En Maurice de Ruiter die mag het vonnis voltrekken. 3-0 is het nog. En nu is het 4-0. Keeper reageert inderdaad op de beweging die Maurice de Ruiter van tevoren maakt. Ik moet er altijd een beetje bij lachen.
Ik vind het echt zo leuk. Want hij onderbreekt altijd zijn aanloop. Kijkt even naar de keeper. Keeper die ligt bijna op zijn snuffert. En vervolgens plaatst hij de bal heel rustig tegen het netje. Geweldig. 4-0 voor Davies 33. Uit die koddige sprint van Edmund Meijner, die daar de bal net niet binnen kon houden. Uit die paas van Okan Soykan krijgt Yildirim van Apeldoorn dus die corner te nemen. En Apeldoorn scoort. Ja, dat kunnen ze ook. Prima doelpunt. Jasper van Oorsprong. Denk niet na. Plant die bal zijn wreef tegen de bal. En stand hier inmiddels dus 4-1. In 5 minuten 3 doelpunten. Daar komt het publiek in principe voor. Ja, er zijn hier in 5 minuten zijn hier 3 doelpunten gevallen. De ene was wel mooier dan de andere. Prachtig paasje van Okan Soykan op Christian van der Kamp. Die plantte de bal tegen het net. Hup, dat was 3-0. Even later Maurice de Ruiter die alleen doorging in het stadsgebied. Daniel van Warven. Keeper was net iets te laat en maakte een overtreding ten opzichte van Daniel van Warven. Maurice de Ruiter die wist de penalty te benutten. En even later was het Jasper van Oorsprong van Apeldoorn. In de 33e minuut. 4-1. 4-1 is hier dus de tussenstand in de tweede helft. Na 32 minuten spelen. Richard Terfra met rug nummer 10. Roald de Vries, Roald. Oh, Roald paast de bal daar een beetje verkeerd. Ja, toch een beetje nonchalante foutjes die DVS begint te maken. Waardoor Apeldoorn er zomaar weer uit kan komen. Nu via Yildirim. De wedstrijd is nooit gespeeld. Hè? Kijk, dit zou zomaar, als die Maarten Boeven hem even had aangetikt, zomaar de 4-2 hebben kunnen zijn. En ja, DVS moet daar toch een beetje voor uitkijken. Wat slimmer mee omgaan. Met name slim omgaan met de ruimtes die ze krijgen in de aanval. Want dat is echt gigantisch. Nou, daar gaat Jordi Grovenstein. Oh, die kan daar zomaar die bal erin planten. Nee, die doet hij nog niet. Jordi. Jammer, dat heb je wel eens beter gedaan. Maar dat geeft helemaal niks. Ervaring opdoen en volgend jaar dan plant hij die ballen gewoon zomaar tussen de palen. Het had hier dus eigenlijk zomaar 5-1 kunnen zijn. Nogmaals, DVS doet even wat te weinig met de ruimtes die ze krijgen. En Apeldoorn kan nu weer gaan overnemen en proberen gevaarlijk te worden. Paast hem op rechts. Apeldoorn begint toch nu lekker, ik zei het al, wat meer vrijheid te spelen. En nu, ja, kijk, die bal die had er ook zomaar ingekund. Helemaal vrij gelaten. En Steven van Es was dat in dit geval. Die hem zomaar tussen die palen had kunnen planten. En dan was het 4-2 geworden. En dan heb je nog met 10 minuten te gaan, inclusief de blessuretijd, heb je toch nog loop je eigenlijk tegen de problemen aan wat absoluut niet nodig is. Nu ruimte voor Daniel van Warven. En nu mag hij hem af gaan maken. Ja, dat gaat hij doen. Tussen de benen van de keeper. Nu eindelijk van de ruimte goed gebruik gemaakt. 5-1 is hier de stand voor DVS 33. Ja. Als je zoveel ruimte weggeeft achterin, ja, dan vallen ze als rijpe appelen. 5-1 is inmiddels hier dus de stand tussen DVS 33 en Apeldoorn. Geweldig. Nu prachtig. Ja, daar komt Mike Arends alleen voor het doel. Maar hij kan hem er net niet overheen planten. Nog steeds balbezit Mike Arends. Tjonge, wat krijgt DVS nu de ruimte? Richard Terpstra. Richard Terpstra geeft hem daar aan Daniel van Warmeo. Oh, Daniel, die had je gewoon in de rechterbovenhoek moeten planten. Tjonge, jongen, wat krijgt DVS daar? Enorm veel ruimte om helemaal uit te lopen naar 6-1. Richard Terpstra naar Daniel van Warmeo. Verplaatst het spel naar de andere kant. Mike Arends. Individuele actie in petto. Draait naar binnen toe. En paast. Paast daar. Maar die paas die komt net niet lekker aan. Ja, daar zie je toch aan dat Mike wedstrijd ritme mist. Het is heel jammer. Want het is wel een speler met heel veel potentie. Maar wedstrijd ritme is belangrijk om dat op te doen. De scheidsrechter vindt het mooi geweest. We hebben gekeken naar een prima wedstrijd. Die bij vlagen op een hele goede manier is gespeeld door DVS. Het was lang niet altijd elke minuut hogeschoolvoetbal. Maar dat is ook bijna niet mogelijk. Apeldoorn was duidelijk een maatje te klein voor DVS. En is hier getrakteerd op een verdiende 5-1 nederlaag. Dat betekent een 5-1 overwinning voor DVS 33. De eindstand bij Excelsior tegen Harkemaanse Boys is nog niet bekend. Tussenstand nog steeds 1-0
in het voordeel van Excelsior. U hoort het. Nogmaals, prima wedstrijd. Alle spelers, alle supporters, iedereen die DVS een hart, goed hart toedraagt. Bedankt. Bedankt voor het kijken naar deze samenvatting. Dames en heren, DVS TV-kijkers, we hebben gekeken naar een wedstrijd die bij vlagen van een hoog niveau was. Echt bij vlagen ook al, denk ik. Ja, we begonnen goed de eerste helft. Hoge baltempo heen en weer spelen. Dus het was ook eigenlijk onze spel weer, eerste helft. En ja, zo hebben we het opgebouwd eigenlijk verder. En dan scoor je op het juiste moment door goed voetbal. En dan krijg je op het juiste moment krijg je ook die ruimte. En met Ali snelheid en dan opzij leggen, Maurice intikken. En de tweede maak je dan ook. En dan ga je met goed gevoel de rust in eigenlijk. Dus je komt eigenlijk helemaal in de problemen eerst zelf. Ja. Oké, Maurice, is er wat gebeurd binnen de groep? Want verleden week, nou je hebt het ook wel gehoord in mijn commentaar tegen VVOG. Toen was er in de eerste helft echt wat mis met de groep. Voor ons was dat toen een hele slechte eerste helft. In de rust zijn wat woorden gevallen, gewoon wel normaal, maar wel gewoon de waarheid gesproken naar elkaar. En dinsdag met z'n allen even gezeten, over gepraat. Waar dat over ging mag ik niet vertellen, maar gewoon met z'n allen koppen dezelfde kant op, schouders eronder. En ja, vandaag zie je weer waartoe we in staat zijn. Dus. Ja, en dat heb je inderdaad gezien waartoe je in staat bent. Joran, en je begint langzaam maar zeker te scoren. Ja, af en toe krijg je er eentje om mijn hoofd en dan ja. Vandaag, ja, maar moeten we vanaf blijven. Maar als ik in die gelegenheid kom, dan schiet ik me gewoon in. Hey, Maurice, ik ben benieuwd, raakte jij hem nog voordat hij de lijn passeerde of niet? Nee, het is gewoon zijn goal, zijn goal. Het is zijn goal, hè? Ja, zo is dat. En jij komt nu op, 24. Is Safsavi nog gescoord of niet? Dat weet ik niet. Hij mag van mij scoren, maakt niet uit. Het gaat jou om team. Kijk ik wel naar topscorerklassement. Precies, zo is dat. Het publiek heeft inderdaad genoten van sommige momenten. Maar toch had je met de ruimte die je met name in de tweede helft kreeg. Zeker het laatste 20, 25 minuten. Nog wat meer moeten doen. Hè? Speel je ze helemaal kapot ook al. Ja, dat klopt. We hebben slecht uitgespeeld. Een paar kansen. Maar ja, tussen de 60ste minuut en de 75ste minuut kwamen wij zelf wel af en toe in de problemen. Omdat de linies groter werden. Maar dat hebben we wel weer onderling hebben we dat wel weer rechtgezet om weer gelijk vol druk te geven. Daniel door, ik door. En ja, toen kregen we ook die kansen. Ja. Alleen moet je die kansen wel maken. Dan had je misschien nog meer. Waar je het over hebt, dat de linies te groot zijn, vandaag kom je daarmee weg. Maar volgende week mag dat niet gebeuren. We spelen volgende week tegen? Tegen Harkemaanse Boys, hè? Ja, heb je dat nu al in je hoofd? Ja, een paar weken natuurlijk. Een paar weken. Ja, je moet niet te ver vooruit kijken, maar dat is wel de wedstrijd van het seizoen op dit moment. Hè? Ja, inderdaad. En Harkemaanse Boys staat nu 3 punten los van jullie. Ja, 3 punten los, hè? Dus een overwinning op Harkema en Excelsior eventueel puntenverlies. Dan zou volgende week het feest kunnen gaan losbarsten, Maurice. Ja, ik zie Excelsior geen punten spelen, maar wij moeten gewoon naar onszelf kijken. Na de wedstrijd volgende week zien we wel wat er gebeurd is allemaal op die andere velden. Dus, Zo is dat. En vervolgens gaan we dan met de vloot naar Urk, hè? Ja, ik hoop dat we Urk ook kunnen pakken dan. Dus we moeten gewoon 2 keer winnen. Dus dan zijn we kampioen. Ja, inderdaad, ja. Maar die kampioenskoorts, heerst die nou ook echt bij jullie? Of is het toch iets van afwachten? Nee, die eerste zeker wel. We willen allemaal kampioen worden. Je zag het een beetje terug de voorgaande weken. Een beetje stress, zenuwen. Maar we proberen nu gewoon lekker gewoon muziekje op in de kleedkamer. Zulke dingen. Een beetje gekheid maken. Even ons hoofd gewoon op andere dingen. En dan als de fluit gaat voor de wedstrijd, dan moeten we er staan. Dus. Jullie zijn nu helemaal los. Hè? Hoeveel heb je er nu al in liggen, Joran? Ons team of ik persoonlijk? Jij persoonlijk? Competitie 3 nu, hè? 3? Nog 21, sta je gelijk met Maurice. Nog 2 wedstrijden te gaan, moet lukken, Joran. Ah, hij moet op gaan passen inderdaad. De Esaf Savi ook. Dus, Oké, jongens, hartstikke mooi. Geniet ervan. Bedankt. Bedankt voor dit interview en gefeliciteerd met de overwinning. En volgende week staan we weer hier. Oké, maar dan met z'n 11.